Ik kan het niet afkijken, beste boeren. Allemaal hartelijk dank voor jullie grote saamhorigheid. Organisatie, hartelijk dank om dit voor een zoveelste keer in zo'n korte tijd weer op poten te zetten. Tegen de kin houden. Wat is het dan jammer dat hier politiek tegen Den Haag niet dichter bij de boer, bij de burger staat, dat ze vervreemd zijn van de maatschappij. Hoe triest dat er op 1 oktober wel gehoord is, maar niet geluisterd. Minister Schouten is dol op het produceren van regelgeving, maar niet op boeren. Laat dat voor eens en altijd duidelijk zijn. Het is totale minachting dat zij na 1 oktober gelijk de boeren alweer schoffeert met volstrekt onredelijke regelgeving. Daarom ben ik als boer en voedselproducent voor dit podium gevraagd en sta ik hier. De maat is vol. Politici zijn vervreemd geraakt van de maatschappij, voeren politiek bij de waan van de dag en gebaseerd op emotie. Slechts een hele kleine groep wereldvreemde gasten bepaalt de politieke agenda. Onbehoorlijk bestuur produceert onduidelijke wetgeving. De samenleving functioneert niet meer. De economie floreert straks niet meer. Niet zonder boeren. Willekeur, ongelijkheid, wanbeleid. Gebaseerd op aannames, geproduceerd door goochelaars, zoals vanmorgen het RIVM. Boerenvoedersweb solidair met de politie zoals die hier is, de gezondheidszorg, het onderwijs. Alle belast net als ons met de papieren rompslomp. Onwerkbare regelgeving, welke zich alleen maar opstapelt. Zelf ben ik al 10 jaar, tientallen jaren praktisch boer, praktisch varkenshouder. En stond hier eind vorige eeuw met de mestacties menigmaal. Blij dat er nu zoveel jongeren met de trekker, de trein, de bus hier naartoe gekomen zijn voor hun toekomst. Daar doen we het uiteindelijk voor. Het kan niet zo zijn dat Den Haag het hart uit het platteland rukt. Het kan niet zo zijn dat Haagse politici vaker van beleid wisselen dan van onderbroek. Het kan niet zo zijn dat politici zich blijven verschuilen achter maatschappelijk draagvlak. Als iets de afgelopen tijd overduidelijk bewezen is, dan is het dat de maatschappij massaal achter de boeren staat. Aan emotiepolitiek kunnen wij niet voldoen als boeren. Ot en Sien zijn al jaren dood. Al zou ik morgen al mijn varkens een all-inclusive aanbieden naar Ibiza, het zou enkele fanatiekelingen nooit genoeg zijn totdat de laatste boer stopt. Daar kunnen wij politiek niet op baseren, maar het gebeurt wel. Een hele kleine groep bepaalt wat er hier in Den Haag over boeren gezegd wordt. Daar kunnen wij niet meer akkoord zijn. Als er iemand belangrijk is bij een goed milieu en klimaat, dan is dat de boer. Hij heeft er dagelijks mee te dealen en is de tuinman van het overgrote deel van Nederland. Den Haag spreekt wartaal over het aandeel van de boer in de uitstoot en de neerslag. Wat echter een waarheid is als een koe, dat is dat het grootste deel van het landoppervlakte deze neerslag omzet in fantastische voedselproducten. Yeah! Het zijn juist hier de klinkers op het Binnenhof, welke alle neerslag richting rioolput, richting zee spoelen. De varkenshouderij, we zijn tijdens mijn boerenbestaan van 30.000 naar 4.000 varkensbedrijven gegaan. 85% minder. Na de reeds ingezette stoppers- en saneringsregeling nog maar slechts 1000 tot 1500 poppetjes. We zijn 4 miljoen varkens teruggegaan.
We hebben als sector al 80% ammoniak gereduceerd. Ons eigen bedrijf is inmiddels netto energieleverancier. Daar past dit beleid niet bij. Daar past alleen maar trots bij, boerentrots. Gelijk elke varkenshouder ben ik betrokken lid van de producentenorganisatie Varkenshouderij, POV. Onze inzet, drie dingen. Beleid op basis van metingen, geen aannames en geen gegoochel. Twee, geen diefstal van vergunde ruimte. Drie, geen constructies met koppelingen van dierrechten en stikstof. Maar misschien het allerbelangrijkste. Laat ons weer boer zijn. Trotse producenten van voedsel. Ieders eerste levensbehoefte. Nederland is maar een hele kleine stip op de wereldkaart. Wij gaan het hier morgen niet veranderen met het klimaat. De Nederlandse boer staat echter in groot aanzien over de hele wereld. Behalve dan hier op het eigen binnenhof. Droeviger mensen kan het niet zijn. Op 1 oktober stonden hier coalitiepartners van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Hier op het podium. Zij waren op dit moment op de hoogte van de dramatische brief, welke elke enkele dagen later eruit ging. Maar ze spraken er niet over. Hooguit wat voor prima boeren u bent. Fariseërs zijn het, in vol ornaat. Met Judas Schouten voorop. De afgang van dit kabinet is groot. Het gewone volk wordt keer op keer geschoffeerd. Waterloo ligt dichterbij dan het Scheveningse strand. Veel provincies zijn overstag en bieden excuses aan. Het schofferen van boeren is veel te ver gegaan. Het kabinet is nu aan zet. Terug naar start en toon uw hart. Den Haag is stroef, maar de boer is proef. Dank u wel. Ja, dat is een hartelijk applaus.